Henk Vreese, jullie zakken twee plaatsen, maar toch doe je goede zaken. Ja, nou ja, het is vervelend dat de tegenstanders, met name Utrecht en Go Ahead, winnen. Aan de andere kant, het was een mogelijkheid. Wij hebben alleen puur naar onszelf te kijken en proberen hier een goed resultaat te halen. Is het een bonuspunt? Ik denk ploegen als Twente uit, Vitesse uit. Onder de omstandigheden waar we nu staan nog steeds, zijn het absoluut bonuspunten. Ben je tevreden met het spel? Kijk, je wil altijd beter. En het moet ook beter. Maar als je heel eerlijk bent, denk ik dat wij heel volwassen in de wedstrijd zijn gebleven. Ondanks een hele vroege tegenslag. Ik had even het gevoel in de eerste helft dat Twente over jullie heen zou lopen. Dat had ik ook. En daarom vond ik het juist heel knap na de achterstand dat wij eigenlijk ons terugvochten in de wedstrijd. Is het dan ook hoop op zo'n situatie als bijvoorbeeld die rode kaart in dit geval? Nou ja, je weet, zolang het 1-0 blijft, zijn er mogelijkheden. Dat geldt voor elke ploeg. En je weet ook dat Twente gaat hinken op twee gedachten. Moeten ze doorzetten met het risico van een uitval van ons? Of gaan ze kiezen voor zekerheid? Dat voel je ook in het veld. Dat voelden wij ook vanaf de zijkant. De eerste rode kaart volgens mij volledig terecht. Wat gebeurde er bij de tweede? Dat was voor jouw neus. Ja, dat was precies voor mijn neus. En nogmaals, ik heb net ook al gezegd, als je deel uitmaakt van een ploeg en er wordt een overtreding gemaakt, dan reageer je daarop. Niets meer, niets minder. De kaart, dat is aan de scheidsrechter om te bepalen wat dat voor kleur is. En daar hebben wij geen invloed op. Was het wel rood in jouw ogen? Weet ik niet, want ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een overtreding. Ik vond het een duidelijke overtreding, maar ik kon niet goed zien of het een rode kaart is. Had je daarna het gevoel van, hey, hier gaan we misschien gewoon met de drie punten weg? Ja, dat hoop je natuurlijk wel. Alleen daarin kan je zien dat we nog een stapje moeten maken in het slimmer worden en eigenlijk een beetje een rat worden in het voetbal. Er waren momenten dat we gewoon op het goal schoten, terwijl het logischer was om de bal rond te laten gaan, de zijkanten te zoeken en scoren zoals je eigenlijk het doelpunt maakt vanaf de zijkant. Maar goed, dat zijn nog de stappen die we moeten maken in het voetballend vermogen en Gochma. Je staat nu 15e, 4 punten meer dan RKC op plaats 16. Ik heb een beetje het gevoel dat het een heel belangrijk punt gaat worden. Ik hoop het. Ik hoop echt dat het een heel belangrijk punt is. Omdat dat zou echt een beloning zijn voor hoe, nogmaals, ik heb ook in de rust gezegd, hoe volwassen deze groep omgegaan is met de tegenslag. Van toch een 1-0 achterstand bij een van de toch niet minste ploegen in de Eredivisie. Wat ga je nu thuis doen? Een streepje erbij zetten? 8 op rijgers ongeslagen? Ja, zeker. Dat gaan we wel doen, ja, absoluut.